Januari was de maand waarin de Omicron-variant van COVID-19 het leven in Almelo bepaalde. De traditioneel daarbij aanwezige Thomas Vaar en Pieter Nel beschouwden voor de camera's van A-Visie het vorig jaar. Helaas, ook nu doen we het weer precies zoals de vorige keer. Deze fameuze jaarchroniek is alleen voor het tv-publiek. Als u erbij bent, is het fijner. Maar het wordt te veel, het moet juist kleiner. Omicron waart nog door het land. En steeds weer in een andere variant. Houd dus afstand en neem een prik en bedek uw mond, net als ik. Brandweer Almelo bouwde verder aan hun kazerne en het voormalig stadhuis werd omgetoverd tot woningen. Een jaar geleden begonnen de voorbereidingen voor de nieuwbouw al, maar al snel bleek dat er vertraging werd opgelopen. In de zomer bleek al dat gebrek aan bouwmateriaal en een tekort aan personeel de oorzaak waren van het uitstel. Ruim na de bouwvak werd er gestart met de bouw en nu in januari ligt dan echt de fundering in de bodem. Frida Waanders, de Almeloze beeldend kunstenares, kreeg van het ZGT de opdracht om een beeld te maken om het personeel van het ziekenhuis een hart onder de riem te steken. Ik ben met de opdracht bezig voor de ziekenhuisgroep Twente. Een beeld in marmer, zoals je het hier ziet liggen. Het is een coronakunstwerk, wat ik dus in de opdracht doe naar aanleiding van de toch wel heftige coronaperiode die ze in de ziekenhuizen zeker meegemaakt hebben als zorgmedewerkers ook. En het worden twee beelden. De ene wordt een marmeren beeld, en daar ben ik hier mee bezig. En er komt een tweede beeld. En dat wordt een bronzen variant. En zowel in Almelo en Hengelo komt een beeld te staan. Het waterschap Vegstromen plaatste een nieuwe kano-vriendelijke stuw tussen de Lolé en de Almeloze A. In de binnenstad van Almelo werd de bodem van de A geschoond om de doorstroom te verbeteren. We vangen de handmatig bediende stuw door een automatische stuw, zodat hij snel reageert op de peilwisselingen van de Lolé. De werkzaamheden voor het baggeren in de Almeloze A die zijn dinsdag gestart. En de traject is vanaf het theaterhotel tot aan het verdiepte spoor. De techniek die we gebruiken, dat is een schuifboot. En die schuift over de bodem, de bagger, naar bepaalde plekken toe. Op de hoek van de Bornse straat en de Deldense straat stond jarenlang het pand waar Hubel in gevestigd was. Het werd gesloopt, er kwamen woningen. Ook bij de HEMA waren bouwactiviteiten. Begin januari werd Gerald Reinders aan de Sluitersveld-Singel doodgestoken. Er werd een stille tocht gehouden waarbij de burgemeester en een broer van Gerald de honderden deelnemers toespraken. Een stille tocht om ons te bezinnen op alle vragen die we hebben. Op de boosheid die we voelen. Een stille tocht als indrukwekkend verzet tegen zinloos geweld. Dat was het wat Gerald trof. Blind, zinloos geweld. De coronabeperkingen werden minder streng en de oudere vereniging Almelo kon weer bijeenkomen in het huis van Katoen. Kobi, dit is weer de eerste inloopochtend van de OVA. Ja, dat klopt. Gelukkig mag het weer. Hè? Onder strikte voorwaarden. Hè? Een mondkapje, handen desinfecteren, QR-code, afstand houden. Maar desondanks hebben een aantal ouderen toch heel veel behoefte aan om elkaar weer te ontmoeten. En uiteindelijk gaat het om de ontmoeting. We hebben wel een sjoelwedstrijd en we hebben spelletjes en er is koffie met wat erbij. Maar het belangrijkste is toch dat we elkaar weer kunnen zien en spreken. De brandweer Almelo was blij met de nieuwe tankautospuit. Burgemeester Gerritsen verrichtte de overdracht. Ik vind het jammer dat ik de echte sleutel niet gekregen heb. Zeg er meteen even bij.
Meneer Tijhoff, ik overhandig met alle gevoelens van trots en grote waardering voor de manschappen en de medewerkers van deze post graag de sleutel van de nieuwe 3131, de nieuwe tankautospuit. Aan jou. Dank u wel.